Soms, hè? Ja, soms dan word je verrast, hè? In het leven. Ja. En dan heb ik het even over die Eerste Kamer. En dat sluiten van die gaskraan in Groningen. Ja. Een hele gedoe. Nou, ik ga het niet helemaal uitleggen meer, want jullie hebben het waarschijnlijk allemaal gevolgd. Die Groningers werden natuurlijk woedend, hè, dat er om uitstel werd gevraagd. Want het was allemaal al lang besloten in de Tweede Kamer. Nou, en ik begrijp die Groningers wel. Ja, maar ik was eigenlijk meer verrast. Gewoon niet door de VVD die dat aanvroeg. Want ja, die VVD dat doet ook af en toe maar wat. Maar ik was meer verrast door BBB en PVV. Want die hebben gewoon meegestemd. Totaal niet gedacht aan de mensen in Groningen. Terwijl die mensen in Groningen, daar gaat het dus om, die hebben allemaal op hun gestemd, de laatste verkiezingen, omdat ze klaar zijn met de gevestigde orde. Die zijn helemaal klaar met de politiek, hebben daar helemaal geen vertrouwen meer in. Dus die denken, nou, het gaat nu helemaal anders, we stemmen nu BBB en we stemmen PVV en nou gaat het helemaal veranderen. Nu komt er een andere politiek. En wat zien we nu dan gebeuren? Precies hetzelfde oude liedje voor die mensen. Hoe teleurstellend moet dat niet zijn voor die Groningers? Die juist hebben gedacht van, nou, die BBB en PVV, ja, die gaan het doen voor ons. Nee dus, nee. En dan kan je later wel zeggen, ja, het was niet zo bedoeld en we hadden andere intenties daarmee. En ja, laten we het nou maar vergeten. Nee, het is toch gebeurd, dat meestemmen. Ja, het is toch een hele, hele slechte beurt van de PVV en de BBB. Ja, 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 ja. Dus dat is verrassing nummer 1. Maar verrassing nummer 2 is die meneer Vuilbrief. Ja, en die is dan ook nog eens een keer van een club van D66, vrienden. Ja, hé. Hey. Maar meneer Vuilbrief, die heeft mij heel positief verrast. Want die toonde hart. Die toonde interesse in de mensen. Die heeft hart voor de zaak, voor die Groningers. Die voelt zich betrokken en die leeft met die mensen mee. En die staat voor zijn beloftes. En dat hebben we allemaal gezien. Raakte ook geëmotioneerd. En ja, ja. Die gaf niet af. Die liet even zien dat de politiek, dat je daar wel gewoon echt gemeend en helemaal met hart en ziel in kan gaan. En dat je voor de burgers in Nederland op kan komen. En dat liet die Vuilbrief zien. Ja. Dus ja. En wat hij ook gedaan heeft, hij heeft nog steeds een beetje het vertrouwen in de politiek overeind gehouden. Nou. Zo zie je maar. Zo kan je verrast worden in het leven.